Je ziet internationaal ook dat die markt nog steeds aan het groeien is. Al neemt de groei, die vlakt wel af, om het zo maar te zeggen. Dat zien we in Nederland ook. Dus klanten, daar waar ze een besluit hebben genomen over uitbesteding. Nou, dat zit. Ook in Nederland zie je dat dat groeit. Dat wijst het onderzoek van de hospitality groep ook uit. En je ziet dat ook er een stabilisatie optreedt daar waar een keus gemaakt moet worden tussen wat doe ik nou zelf, wat besteed ik uit. Mm-hmm. En ook het verschil tussen multiservice en integrated facility management, het verschil daartussen, is iets wat zeg maar in toenemende mate speelt. Speelt onder de opdrachtgevers van wat ze willen of bij jullie als strategie? Aan beide kanten, bij onze strategie, zeer zeker. We hebben een oorsprong natuurlijk als voedselbedrijf. Daar komen we vandaan oorspronkelijk. Wij hebben ons echt ontwikkeld tot een integrated facility management bedrijf. Mm-hmm. En aan de klant van de opdrachtgever speelt het zeer zeker ook. Daar zie je toch wel een cyclische beweging. Dat sommige bedrijven zeggen, we besteden integrated uit. En tegelijkertijd zie je af en toe een beweging bij grote multinationals in Nederland dat zeggen, nee, het wordt toch weer multiservice. En we gaan in verschillende lots, in verschillende delen uitbesteden.